Randy Wolters maakt na een half jaar revalideren weer deel uit van de selectie van NEC en Estepona. De twee trainingen van donderdag gingen hem goed af. Ja, je hebt net de tweede training van de dag gehad. Hoe is die bevallen voor jou? Ja, ging wel goed. Moet ik zeggen dat ik wel redelijk tot goed de dag ben doorgekomen. En nu een beetje stijf, maar dat is normaal na zo'n lange dag. En ook, dit is misschien mijn derde of vierde groepstraining in totaal. Dus nee, ik ben wel tevreden over vandaag, absoluut. Je zit nu een week met alle jongens in het hotel samen gekropt. Ja. Hoe gaat het met de groepsdynamiek? Nee, dat zit sowieso wel goed in elkaar. En daar probeer je zelf natuurlijk ook een steentje bij te dragen. Maar ik denk dat iedereen nu al een beetje het besef heeft gekregen. Of iedereen moet het besef gewoon nu hebben dat we er gewoon tegenaan moeten. En dat zit op zich wel goed, denk ik. Ja, jij bent voor veel supporters eigenlijk al de man van het seizoen, terwijl je nog niet hebt gespeeld. Merk je daar iets van? Nou ja, niet direct. En wel momenten dat je denkt van, hoeveel steun en liefde je krijgt vanuit de supporters. Dus soms ook wel. En dat doet me wel goed. Alleen het gaat er wel om dat ik uiteindelijk het laat zien op het veld. En dat is natuurlijk aan mij om dat te doen. Ik moet gewoon zo realistisch mogelijk zijn voor mezelf. En ik heb het er wel eens met Adrie ook over gehad. Hoe langer je geblesseerd bent, hoe beter je wordt eigenlijk. Weet je wordt beter gemaakt misschien ook. En daar moet ik voor waken. Ik ken mijn kwaliteit en daar moet ik me gewoon op focussen. En dan kan ik gewoon belangrijk zijn voor het elftal. Maar het neemt niet weg dat mij heel veel energie geeft en heel veel positiviteit om me heen. Om zo sterk mogelijk terug te komen. En dat doet me sowieso wel wat, absoluut. Inmiddels kennen we de persoon Randy Wolters wel een beetje. Wat kunnen we de fans verwachten van de speler Randy Wolters? Ja, sowieso iemand die volop in de strijd gaat, hard werkt. Als het soms niet mooi kan, dan maar lelijk. Maar vooral gewoon mijn 1-op-1 acties, mijn voorzetten, mijn schoot op doel. Hopelijk wat doelpunten en veel assist. Dat is gewoon mijn doel. Mijn taak is in principe om de spits te voorzien van voorzetten. Zodat hun een stelling kunnen komen om doelpunten te maken. En zelf af en toe een doelpuntje meepikken, dat zou ook fijn zijn. Maar in ieder geval, alles begint met hard werken. Dat staat voorop. Je zegt spits een stelling brengen. Dat zou eigenlijk Braken zijn. Ook een goede vriend van jou volgens mij. Ja. Die ontbreekt. Mis je hem een beetje? Ik mis hem wel, ja, absoluut. Ik heb hem vandaag nog gesproken. Nee, ja, tuurlijk. Het is mijn maatje en vanaf begin af aan al. En absoluut. Ik mis hem wel, zeker weten. Ja, maar dat je misschien niet met hem op het veld komt te staan dit seizoen? Ja, dat zou ik wel erg vinden, ja. In ieder geval, je kijkt er wel veel vooruit. Je moet ook nog even achterom kijken. Hoe kijk jij met al die positiviteit van jou toch terug op die eerste seizoenshelft? Ja, toch wel frustrerend. Als ik naar mezelf kijk, je hebt geen controle in de zin van je kan het team niet helpen. Dat is wel frustrerend. We kunnen wel eromheen gaan draaien, maar we staan op de 11e, 12e plek. Ja, dat kan niet. Alleen, we kunnen wel gaan zeiken en gaan doen, maar dat kom je ook niet vooruit, zeg maar. We moeten nu gewoon de koppen bij elkaar steken en met z'n allen gewoon eens goede afspraken gaan maken hoe of wat. En daar zijn we deze week gewoon goed mee bezig. En wij moeten gewoon als groep zijn, vooral achter de trainers en de medische staf. Technische staf, hoe je het ook wil noemen, moeten we blijven staan. En als één groep moeten we ervoor gaan vechten. Dan als laatste, heb je al enig idee wanneer je op het veld kan komen staan? Nee, ja, we zijn nu, wat ik zeg net, dit is de derde, vierde groepstraining voor mij. Voordat we op trainingskamp gingen, heb ik ook twee groepstrainingen meegedaan. Dus we gaan nu deze week gaan we steeds meer stukjes uitbreiden. En persoonlijk heb ik wel een bepaald doel, maar dat hou ik gewoon voor mezelf. Dat ga ik niet van de daken schreeuwen. En mijn doel was, toen ik geblesseerd raakte, het trainingskamp te halen in Marbella of Estepona, of hoe je het ook wil noemen. En dat is me gelukt. En daar ben ik sowieso wat trots op. We gaan nu verder kijken hoe of wat. Maar ik hoop in ieder geval zo snel mogelijk mijn minuten te kunnen maken voor NEC. Kijk ernaar uit, dankjewel. Dankjewel.